Klanten waarvan hun opgebouwde kapitaal expireert, kunt u nu een hogere pensioenuitkering aanbieden. Per 16 november 2012 hanteert Aegon namelijk gunstiger tarieven voor kapitaalexpiraties. Een positief bericht voor mensen die op hun pensioendatum nog een aanvullend pensioen willen aankopen. Uw contactpersoon bij Aegon geeft u graag een nadere toelichting. Veel pensioencontracten hangen boven de markt doordat adviseurs er de bruin aan geven. Wie ontfermt zich over deze zwevende portefeuilles? En vinden deelnemers aan pensioenregelingen allemaal onderdak? Wie is verantwoordelijk voor de voortzetting, de aanbieder of de intermediair? En heeft de werkgever ook nog wat te kiezen? Welkom bij AMTV, die zich in deze uitzending over deze vraag ontfermt. Portefeuilles van pensioenadviseurs die ermee stoppen, hebben nog lang niet allemaal onderdak gevonden bij een andere pensioenadviseur. In een eerdere uitzending sprak Theo Gommer, voorzitter van de NOPD, van een behoorlijk zootje. Het zijn natuurlijk met name de slechte adviseurs die ervan af willen. En dan moet je heel goed kijken naar zowel de publiekrechtelijke aansprakelijkheid vanuit de toezichthouder, de AFM, maar met name ook de civiel-juridische aansprakelijkheid. Okay. Dat jij niet aansprakelijk wordt gesteld op termijn voor de adviezen die de verkoper in het verleden heeft gegeven. Volgens de AFM, die hier niet wilde aanschuiven, is het op papier allemaal goed geregeld. Is dat ook zo? We vragen het Ton van der Ridder, manager specialiste van ASR. Welkom, Ton. Dankjewel. Heeft ASR het allemaal goed geregeld? Is iedereen onderdak? Iedereen is op dit moment zeker niet onderdak. Zoals je weet zijn wij eind vorig jaar met onze hulp bij WFT een platform voor intermediair gekomen. Daar hebben wij onze uiterste best gedaan om de connectie tussen de stopper en de pensioenbolwerken vorm te geven. We zijn daar heel goed in geslaagd. Wij denken dat een heel groot gedeelte van de markt echt daadwerkelijk een andere adviseur heeft gevonden. Maar om te praten over het totaal, nee, daar is absoluut geen sprake van. Er is nog heel wat werk aan de winkel. ASR regelt die, mag ik het zeggen, marktplaats van aanbod en vraag van pensioenportefeuilles. Neemt ASR zelf ook die portefeuilles in? ASR is gedwongen portefeuilles in te nemen op het moment dat mensen niet voldoen aan hun WFT-opleiding. Niet ingeschreven zijn of inmiddels de opleiding al afgerond hebben. Met die partijen zijn wij al een maand of zes bezig om te kijken naar passende oplossingen. Daar hebben we onze marktplaats bij gebruikt. Maar we zijn nu inmiddels zover dat we een aantal mensen niet meer de kans mogen geven en dat we portefeuilles aan het innemen zijn. Oké, tot zover ASR. Is het marktbreed ook goed geregeld volgens jou? Marktbreed is het... Nou, eigenlijk denk ik conform dat idee wat we bij ASR hebben geregeld. Ik ben echt van overtuigd dat onze conculega's op dit moment met dezelfde exercitie bezig zijn zoals wij daarmee bezig zijn. Ik moet daarbij zeggen dat het een heel lastig traject is, omdat heel veel intermediair niet voldoet en heel veel portefeuilles ook daadwerkelijk aan ons teruggeeft. Oké, de klant, de werkgever. Is het daarvoor goed geregeld, denk je? Ik denk dat de grote werkgever gewend is aan een nota voor een stuk advies. De kleine werkgever zeker niet. En als ik zo vrij mag zijn, denk ik ook dat die misschien wel kind van de rekening zullen worden. Omdat de betaalbaarheid van het pensioenadvies een heikel punt gaat worden voor de werkgever. Ton van der Ridder, dankjewel. Heldere antwoorden. Graag gedaan. Voor dat perspectief van de adviseur is nu aangeschoven Arnold van Herk, partner en directeur van Flexis Groep. Arnold, van harte welkom. Dank. Jullie nemen veel portefeuilles over, heb ik mij laten vertellen. Klopt. Hebben jullie het goed geregeld? Hoe gaat dat bij jullie? Vertel er eens wat over. Ja, op zich hebben we het heel goed geregeld. We zijn er al heel lang mee bezig. Al jaren in voorbereiding, omdat we wisten dat het komen zou gaan. Het is een samenwerking geweest tussen enerzijds de partners van Flexis Groep, maar ook de verzekeraars die daar een hele belangrijke rol in hebben gespeeld. Uiteindelijk is het aan ons, de partijen in de markt, adviseurs en verzekeraars, om dit op te lossen. Oké, vanuit het perspectief van de werkgever, de klant, hoe regelen jullie dat? Ja, dat is een aardige vraag, want pensioen is uiteindelijk een arbeidsvoorwaarde. Een arbeidsvoorwaarde is iets wat de werkgever aan zijn werknemers toekent. Dus de klant is uiteindelijk de werkgever, maar wij zeggen de werknemers zijn de belangrijkste klant. Dus in dat perspectief zeggen we altijd de werknemers, daar is het om te doen. En pensioen is uitgesteld salaris en dat is extreem belangrijk. Zowel nu om van te leven, later om ervan te genieten. Wat bieden jullie als Flexis Groep
aan een werkgever die met zijn pensioenregeling zegt van mijn oude adviseur is ermee gestopt, ik wil bij jullie onderdak hebben. Ja, in eerste instantie is het zo dat wij de dossiers, dus het hele voortraject om tot een advies te komen, WFT-proof maken. Bij ons heel belangrijk in onze dienstverlening is dat de administratie uiteindelijk feilloos loopt. En daarbij vinden wij dat we aansluiting moeten zoeken met de loonadministratie. Dat betekent ook dat pensioen, wat ons betreft, iedere maand bij moet zijn met administratie. Dat is de toegevoegde waarde die wij bieden, los nog van de communicatie. Het begrip van pensioen is belangrijk. Helder. Best wel risicovol, denk ik. Ook voor jullie, om die portefeuilles over te nemen, om die nieuwe klanten goed in te varen in jullie organisatie. Wat voor adviezen heb jij in het algemeen voor collega's die in hetzelfde schuitje zitten? Heel goed erover nadenken of dat datgene wat je overneemt ook zeg maar, winstgevend te maken is voor jezelf als portefeuille om over te nemen. Want het overnemen van de portefeuille aan zich, dus, het overnemen is niet de belangrijkste doelstelling. De doelstelling is op lange termijn daar zeg maar, je rendement uit te halen. Betekent dat je voorbereid moet zijn voordat de portefeuille overgenomen wordt. Maar dat is het rendement voor jullie zelf. En het rendement voor de werkgever, waar zit dat dan in? Het rendement voor de werkgever is dat hij gewoon zorgeloos zijn arbeidsvoorwaarden toegezegd aan de werknemers bij ons heeft uitbesteed. Oké. Een hele exercitie. De AFM die beweert bij hoog en bij laag, we hebben het allemaal theoretisch goed geregeld. Aan jou nog even de vraag, is dat echt zo? En heb jij nog aanbevelingen aan de AFM wellicht hoe ze het toch nog beter kunnen regelen? De AFM heeft het goed geregeld. Godzijdank wordt de adviestak steeds professioneler. Echter, in de administratie is er heel veel te winnen. En ik denk dat daar het grootste verdienste gaat zitten. De producten worden transparanter, het advies wordt eenvoudiger. Er zijn steeds minder mogelijkheden om pensioen ook zeg maar, breed uit te adviseren. Dus het zit er met name in de administratie. Het foutloos kunnen administreren van de werknemergegevens. En wij noemen het altijd de lifetime events. De werknemer moet gedurende zijn hele loopbaan in beeld blijven en goed geadministreerd blijven bij de pensioenuitvoerder. Oké. Arnold, dankjewel. Sjoerd Meijer, advocaat bij Nauta Dutiel en vast auteur van AM+, weet veel, zo niet alles, van portefeuillerecht. Maakt hij zich zorgen over de situatie rond de zogenaamde zwevende pensioenportefeuilles? Sjoerd, welkom. We gaan meteen beginnen. Zwevende pensioenportefeuilles. De AFM, denk jij dat ze het allemaal goed geregeld hebben? Zijn werkgevers goed onderdak? Kunnen we daarop vertrouwen? Michiel, ik denk dat de meeste zwevende portefeuilles inmiddels wel een goed onderdak hebben gevonden. Dus dat zal allemaal wel goed geregeld zijn. Of de dossiers inmiddels ook goed worden bediend, dat kan ik moeilijker inschatten vanaf mijn plek. Hoe zit het nou precies, juridisch gesproken, met dat portefeuillerecht? Ja, dat is een goede vraag. Het portefeuillerecht, daar wordt veel over gediscussieerd. En er is eigenlijk ook veel onduidelijkheid over wat het nu precies inhoudt. Dat heeft te maken, denk ik ook, met het feit dat in de wet een hele heldere definitie over wat nu portefeuillerecht is ontbreekt. In de markt wordt doorgaans gesproken, als we het hebben over portefeuillerecht, over klanteigendom. Dat vind ik persoonlijk een beetje ongepast en eigenlijk ook niet meer van deze tijd, want ik denk dat anno 2012 de klant van niemand is. Belangrijker, Sjoerd, is denk ik dan de zorgplicht. En hoe zit het daar dan mee? Ik denk dat het voor het antwoord op die vraag is het van belang om te beseffen dat de privaatrechtelijke kant van de portefeuille, dat is eigenlijk een overeenkomst van opdracht tussen de pensioenadviseur en de werkgever. En als opdrachtnemer is die pensioenadviseur dan ook verplicht om de zorg van een goed opdrachtnemer in acht te nemen. De zorgplicht die vloeit dus eigenlijk voort uit de overeenkomst van opdracht en is wat dat betreft weer direct verbonden aan het portefeuillerecht. Heb jij nog, juridisch gesproken, een goede tip voor adviseurs? Ja, mijn advies aan adviseurs die een zwevende portefeuille hebben overgenomen is om zo snel mogelijk na die overname van die portefeuille te controleren of de contracten die in die portefeuille zich bevinden, of die nog aansluiten bij de wensen en de behoeften van de werkgever. Oké, Sjoerd, dankjewel. Fijn dat we even met je hebben kunnen spreken. Graag gedaan. Wat vindt Herman Capelle? Ik ben benieuwd. In deze tijd, zo rond de jaarwisseling, is het gebruikelijk eens terug te blikken. Wat gebeurde er allemaal het afgelopen jaar? Onlangs kondigde staatssecretaris Kleinsma aan
de maatregelen rond het nieuwe financieel toetsingskader voor pensioenfondsen een jaar uit te stellen. Voor sommigen was dit reden voor een zucht van verlichting, omdat ze dachten dat alle aangekondigde wijzigingen op pensioengebied een jaar werden uitgesteld. Niets is minder waar. Op het nieuwe FTK moeten we wachten tot 2014. De overige maatregelen, beperking van het witteveenkader en de verhoging van de AOW-leeftijd, gaan gewoon door. Maar hoe is het nu uiteindelijk allemaal geworden? De wetsvoorstellen volgden elkaar dit jaar in hoog tempo op. Sommige werden ingetrokken, andere aangenomen, maar alweer gewijzigd voor ze in werking zijn getreden. Voor wie het spoor bijster is, zet ik het nog even op een rijtje. Het jaar begon met de afschaffing van de spaarloon- en de levensloopregeling. Daarvoor in de plaats werd de vitaliteitsregeling aangekondigd. Voor bestaande levensloopregelingen kwam er een beperkte overgangsregeling. Op 7 februari nam de Tweede Kamer het wetsvoorstel aan, waardoor de AOW-leeftijd in 2020 naar 66 jaar gaat en de pensioenrichtleeftijd in de tweede pijler naar 67 in 2014. De ingangsleeftijd van de AOW kon worden vervroegd of uitgesteld. Op 21 april mislukte het Catshuisoverleg en 2 dagen later viel het kabinet Rutte. Binnen 3 dagen was er het Koendersakkoord. De verhoging van de AOW-leeftijd gaat eerder en sneller in. In 2019 bereiken we een ingangsleeftijd van 66 en in 2024 van 67 jaar. Voor de tweede pijlerpensioenen blijft de verhoging naar 67 in 2014 in stand, maar worden de maximale opbouwpercentages per dienstjaar verlaagd naar 1,9 voor eindloon en 2,15 voor middelloonregelingen. De nog niet eens in werking getreden vitaliteitsregeling wordt beperkt. Naar aanleiding van dit akkoord verzoekt minister Kamp begin mei de Eerste Kamer het door de Tweede Kamer al aangenomen wetsvoorstel aan te houden. Dat lukt. Op 21 juni gaat de Tweede Kamer akkoord en op 10 juli volgt de Eerste Kamer. Maar voordat deze door het parlement aangenomen wet in werking treedt, kondigt het nieuwe kabinet in het regeerakkoord nog verdergaande maatregelen aan. De AOW-leeftijd gaat nog sneller omhoog. In 2018 komen we uit op 66 en in 2021 zitten we op 67. Vanaf dat moment wordt jaarlijks gekeken of op basis van de toekomstige levensverwachting een verdere stijging nodig is. Als dat zo is, stijgt de AOW-leeftijd met 3 maanden per jaar. Ook de tweede pijler wordt verder beperkt. In 2015 gaan de maximale opbouwpercentages verder omlaag naar 1/3 per dienstjaar voor een middelloonregeling. Daarnaast kan vanaf dat jaar nog maar pensioen worden opgebouwd over een salaris van maximaal 100.000 euro. Of de pensioenleeftijd na 2014 verder omhoog moet, wordt vanaf dat jaar jaarlijks bekeken, ook aan de hand van de gemiddelde levensverwachting van een 65-jarige. Als dat nodig is, gaat de pensioenrichtleeftijd met 1 jaar omhoog. Op basis van de meest recente sterftetafels is een stijging naar 68 in 2015 te verwachten. De vitaliteitsregeling is in het regeerakkoord gesneuveld voordat hij ooit effectief geworden is. Ook de flexibilisering van de AOW-ingangsdatum sneuvelde op budgettaire gronden. Kortom, in 2013 gaat de AOW-leeftijd met 1 maand omhoog. In 2014 gaat de pensioenrichtleeftijd naar 67 jaar en het opbouwpercentage voor middelloonregelingen naar 2,15 per dienstjaar. In 2015 gaat het verder omlaag naar 1,75% en wordt de pensioenrichtleeftijd hoogstwaarschijnlijk 68. Sociale partners en pensioenuitvoerders zullen in 2013 moeten beginnen met het verwerken van al deze wijzigingen. En dat is een hele klus. Ik wens u desalniettemin een goed 2013 toe. Dit was alweer de laatste uitzending van AMTV voor dit jaar. Op onze website amweb.nl kunt u alle uitzendingen van het Pensioenjournaal terugzien. Hopelijk tot ziens in 2013.